We beginnen met 3 lossen en de volgende 2 steken ieders 1 stokje. 4 lossen. 3, 4. Over de volgende 3 steken 1 stokje. 1, in de volgende 1 en in de steken na ook eentje. 3 lossen. 3 stokjes samenhaken. Dus de eerste onafgemaakte stokje, het tweede onafgemaakte stokje en het derde onafgemaakte stokje. 4 lussen op de naald en doorhalen. 3 lossen. Over de volgende 3 steken weer ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 4 lossen. In de volgende 3 steken 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. Nu, in de eerste 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. In de volgende 7 steken 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2. Nummer 3, nummer 4, is nummer 5 en nummer 6 en nog eentje is nummer 7 en in de volgende steek 2 stokjes, 1 en nummer 2, 3 lossen. Zo, nu gaan we herhalen van hier tot met hier. Dit is de herhaling en dat gaan we rondhaken. We gaan samen de herhaling starten. Eerste 3 steken, 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Dan 4 lossen. 3, 4. In de volgende 3 steken weer 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Nu 3 lossen. Dan gaan we weer 3 stokjes samenhaken. Dus het eerste onafgemaakte stokje, het tweede onafgemaakte stokje en het derde onafgemaakte stokje. 1, 2, 3, 4 lussen op de naald en doorhalen. 3 lossen. In de volgende 3 steken weer 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2. En nummer 3. 4 lossen. Over de volgende 3 steken we ieders 1 stokje. Hier is nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de eerstvolgende steek 2 stokjes. Dus nummer 1. En nummer 2. Over de volgende 7 steken 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. 4. 5. 6. En nummer 7. In de volgende steek maak je 2 stokjes. 1. En nummer 2. En 3 lossen. Nu even kijken. Van hier tot met de laatste 3 lossen is de herhaling dat haakje rond. En we gaan samen de toer weer sluiten. Goed, ik ben rondgehaakt en we gaan samen de toer sluiten met een halve vaste in de derde lus. 1, 2, 3. Zo, de volgende toer. Start weer met 3 lossen als zijn het eerste stokje. In de volgende 2 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1 en nummer 2 daarnaast. Maak 3 op een rij. 2 lossen. En nu gaan we in de ketting van 4. Dus eromheen maak je 1 stokje. 2 lossen. In de volgende 3 steken maak je weer 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2.
En nummer 3. Nu gaan we overbruggen met 5 lossen. Zit verkeerd hier. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je door naar de volgende 3 steken en dan maak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en daarnaast is nummer 3. 2 lossen en weer een stokje in de ketting van 4 lossen. Dus echt eromheen haken, dat is het makkelijkste. Nu 2 lossen. In de volgende 3 steken maak je weer ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 3 lossen. In de eerste steek maak je 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. Over de volgende 9 steken maak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2. Je kan gerust op pauze zetten, maar ik ga heel even wat sneller doorhaken, anders wordt het tutorial mega lang. Ik ben er bijna. En nog 1. Even zien. 1 aan eentje. En nummer 9. Zo, dat zijn de 9 op een rij. In de laatste 2 stokjes. Dus 2, 9, 2. 3 lossen. Nu gaan we van hier helemaal tot daar. Gaan we de herhaling doen. In de eerste 3 steken maak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 daarnaast en nummer 3 daarnaast. Nu 2 lossen. In de ketting van 4 maak je 1 stokje. 2 lossen. In de volgende 3 steken ieders 1 stokje. Dus nummer 1, 2 en nummer 3. Nu gaan we overbruggen. Gaan we 5 lossen haken. 2, 3, 4 en nummer 5. Gaan we door naar de volgende 3 steken. Dan maak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. 2 lossen. In de ketting van 4 lossen maak je 1 stokje. 2 lossen. In de volgende 3 steken maak je weer 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Nu 3 lossen. 1, 2, 3. In de eerste steek maak je 2 stokjes. 1 en nummer 2. En nu over de volgende 9 steken maak je 1 stokje. Dus nummer 1, nummer 2, nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nummer 9. In de volgende steek maak je 2 stokjes. Dus nummer 1 en nummer 2. 3 lossen. Zo. Dus we gaan nu van hier helemaal tot daar, tot de laatste 3 lossen, gaan we de herhaling herhalen. Haak helemaal rond en dan gaan we samen hier de toer weer sluiten. Goed, ik ben helemaal rondgehaakt. En we gaan sluiten met een halve vaste in de derde lus. En dan gaan we de volgende toer starten. Hier is de derde lus. Halve vaste.
Nu starten we de toer weer met 3 lossen. 1, 2, 3. Als zijnde eerste stokje. In de volgende 2 steken ieders 1 stokje. 3. Nu, kleine verandering. We maken nu 3 lossen. En in het stokje wat je hier hebt gehaakt in de voorgaande toer, maak je 3 stokjes in. Dus dat is nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Nu weer 3 lossen. En in de volgende 3 steken weer ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. Dus in plaats van 5, nu 3 lossen. Over de volgende 3 steken ieders weer 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Dan gaan we het weer herhalen. 3 lossen. In de volgende steken, dus die enkele, maak je weer 3 stokjes. Dus nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. In de volgende 3 steken haak je weer 1 stokje. Dus 1 is nummer 2. 2. En nummer 3. 3 lossen. En nu. Over de volgende 13 steken haak je nu 1 stokje. Dus iedere steek 1 stokje. Dus nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nummer 10, nog 3 te gaan, 11, 12 en nummer 13. 3 lossen. 2, 3. Nu gaan we van hier helemaal tot daar de herhaling doen. Even rechtleggen. In de eerste 3 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1, 2 en nummer 3. 3 lossen. In de steek die hier los staat, die enkele stok, haak je 3 stokjes. Dus nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Nu 3 lossen. In de volgende 3 steken haak je ieders 1 stokje. Dus nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Nu 3 lossen in plaats van 5 lossen. En ga je over naar de volgende 3 steken. En dan haak je ieders 1 stokje in. Dus 1 stokje in elke steek die je tegenkomt nu. Nu weer 3 lossen. In de stok die hier alleen is, haak je 3 stokjes in. Dus nummer 2 en nummer 3. Nu 3 lossen. In de volgende 3 steken weer 1 stokje. 3 stokjes op rij dus. Dus nummer 2. En nummer 3. 3 lossen. En in de volgende 13 steken haak ik iedere steek 1 stokje. Dus nummer 1. En nummer 13. 3 lossen. Eens even kijken.
Nu ga je van hier tot en met de laatste drie lossen hier de herhaling doen. Dit haakje rond. En dan gaan we samen de toer weer sluiten. Hier. Ik ben rondgehaakt en we gaan samen halve vaste. Even recht leggen. Hier is 1, 2, derde lus. Daar sluit je met een halve vaste.